Doe je best. Hop. Wil jij die Shanfall nu leren? Ga dan naar onze Unlocking app. Daar wordt die volledig uitgelegd door Jordan. Inclusief tips en tricks en variaties. Dus, Unlocking app voor de Shanfall. Let's go. Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe Minded Motion video. We gaan vandaag een Game of Add-on doen. Wat is nou een Game of Add-on? Een Game of Add-on is een challenge, om het zo te zeggen. En je gaat met een kameraad. In dit geval is dat Jordan Bullet Breidenbach. We gaan een Game of Add-on doen. En wat is nou een Game of Add-on? Jordan doet zo meteen als eerste een trick, een beweging of iets in die richting. Ik doe dat na. Daarna doe ik doe er dan iets achteraan. Vervolgens is Jordan weer aan de beurt. Die doet zijn eerste trick, mijn trick. En die plakt er weer iets achteraan. Dan heb je al drie dingen. Wat is nou de challenge? We zijn op het politiebureau in Roermond. En dit is onze beginmuur. En onze challenge is dat wij vanaf deze muur met een Game of Iron helemaal over alle muurtjes heen gaan. Dus we moeten alle muurtjes op dit politiebureau gaan gebruiken. Dus nogmaals voor de uitleg. Jordan begint met een beweging. Daarna doe ik zijn beweging en er iets achteraan. Jordan doet zijn beweging, mijn beweging en dan weer iets achteraan. Totdat wij vanaf deze muur helemaal tot daar zijn, bij die rode auto, bij die paal. Dat is het einde. Dat is het einde. Dit kun jij thuis, in jouw stad of dorp, met een vriendje ook heel erg makkelijk doen. Superleuk. En het is een hele goede opwarmchallenge. Dus wij gaan alvast beginnen. Veel kijkplezier. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje omhoog. En belletje aan te klikken, want dan krijg je een melding elke keer als ik een video post. Veel kijkplezier. Let's go! Shanfall. De Shanfall, dat is de allereerste beweging, dus die moet ik zo meteen ook doen. Daarna doe ik iets achteraan. Goed jongens, Jordan deed dus net de Shanfall. Ik moet nu ook de Shanfall doen, plus een andere move erachteraan. Daarna is Jordan weer en die doet dan zijn eigen move, plus mijn move, plus een derde beweging. Nou, daar gaan we. Ik doe dus de Shanfall naar reversefall. En dan sta je dus met je gezicht richting de trap. Nou is Jordan aan de beurt en ik denk dat ik al weet wat hij gaat doen. Okay, let's go. Het is in mijn beurt. Oeh. Dit is goed passief, maar als Koen hem goed telt, telt hij. En anders moet ik opnieuw. Nee, hij is toch goed. Oké, okay. Nou, dat is Koen. Jordan deed dus een laserbad op de trap af. Dat was eigenlijk al wat ik verwachtte. Dus ik kwam net perfect vooruit. Dus nu is mijn beurt weer. Dus we zitten nu op de vierde beweging. Die was leuk. Dit is Jordan. Okay. Let's go, Jordan. Zo, die. Zo, dat was iets te enthousiast. Te enthousiast. En vet. Nog een keer. Oh, hij vergat de game. Ja, ga maar door, ga maar door. Reverse draai, boom. En dan een monkey landing, toch? Ja. Nice. Jordan deed dus een monkey landing. Na die monkey landing mag ik dus de volgende move verzinnen. Let op. Dus na de monkey landing is gewoon walven monkey op de muur. Let's go, Jordan. En een precision. Kom je nou bijna in de boom? Dat ding is bijna in mijn neus. Ik moest naar achteren, maar dus daardoor viel het bijna. Heb je gelijk coronatest gehad? Goed jongens, Jordan werd net bijna door een boom getest op corona. Hij sprong en het takje kwam zo bijna in zijn neus. Maar gelukkig is Jordan negatief. Let's go, we gaan door. Na de precision doe ik de reverse van af. Dus Jordan weer. Jordan, ben je ready, jongen? Ja, dan gaan we weer.
Een wall speed step. Nice. Die is wel leuk. Ja, die is wel leuk. Na de wall speed step doe ik dus een koffiedraaier of pistoleteur, hoe je het wil noemen. Het flowt altijd goed hoor. Vamos, Jordan, vamos! Oh, kleine pauze. Opnieuw. Ja jongens, het leuke aan een game of add-on is dat je ook continu moet blijven nadenken. En je moet je zeg maar de hele tijd onthouden wat je zelf doet en wat die andere gast doet. Dus in dit geval is die andere gast dus Jordan. Maar ja, het kan dus goed zijn dat je dus eventjes een move vergeet. En een regel is, als jij een move vergeet, dan ben je af. Maar er mogen wel een aantal pauzes in. Dat is geen probleem. Vergeet jij een move te doen, ben je af en wint de andere. Ik wil niet zeggen dat ik win, maar hè, Jordan kan ook winnen. Maar als Jordan bijvoorbeeld een move vergeet, dan win ik. En als ik een move vergeet te doen, dan wint Jordan. En dan is de vlog in principe klaar. Maar dan ga je natuurlijk gewoon door voor spek en bonen. Of chips en cola, ligt eraan wat je lekker vindt. Maar je maakt hem altijd af. Want opgeven is geen optie. Vamos! Iets strak aan, iets strak aan. Oh, cartwheel val. Nice. Hi, ik ben weer aan de beurt. Oh, ja. Nou, zo te zien ben ik. Want Koen doet twee tracks achter elkaar. Nee, dat maakt niet uit. Jawel, ik win. Nee, jij wint niet. Mijn oprechte excuses jongens, ik deed volgens Monsieur Jordan deed ik twee tracks achter elkaar. Maar in principe deed ik na die wall cartwheel, landde ik eigenlijk niet heel goed. Dus ik moest me ophangen, dus toen kwam er iets uit. Wat leek op een soort van makaku-achtig iets. En daarna rende ik door naar die muur. Maar ja, dat mag dus niet. Dus na die makaku dingetje op de grond is Jordan aan de beurt. En dan mag hij verder. Kijk dan, hier is Funs. Hoi. Hoi. Doei. Funs moet gaan. Dag Funs. Maar Mikai blijft wel. Hoi Mikai. Hey. Let's go Jordan. Vamos. Vamos. Sorry. En dan monkey op. Monkey op. Oké, nice. Nou, ik deed dus die gekke makaku op de grond. En daarna deed ik eigenlijk die kong op. Maar ja, dat deed Jordan nu. Dus dat moet ik nu eigenlijk nog een keertje doen. En dan er nog iets achteraan. Nou kijk, soms kan het gebeuren dat je iets te veel power zet en dan val je. Maar dat maakt niet uit. Mag een pauze in. Hey, ik was het vergeten. Wat was je vergeten? Mijn lunch. Mijn lunch. Nou, vervelend. Let's go. Hier? Nou jongens,
Jordan is klaar met zijn run. Hij heeft de run klaargemaakt, want de challenge was vanuit deze muur helemaal naar de andere muur met een rode auto met paal. Zo. Daar. Nou, Jordan is nu al daar. Nou moet ik hem nog goed doen. Daarna doen we hem allebei nog een keertje zo soepel mogelijk. En dan sluit je de bocht af. Yay! Dan mag Jordan nog één keertje doen om af te leren. Dan ben ik nog één keer en dan is het sloes. Are you ready, my big friend? Oh ja, moet er nog een keer. Nog één keer. Nog eenmaal. Dams. Mikai. Nog één keer. Oh, Jordan krijgt het warm. Dat wordt het menis. Nee, echt niet. Nou. Als ik faal, dan kan je misschien bloeden. Zo. Dat is wel gemeen. Nou, let's go. Doe je best. Hop. Shit. Jee. Dan mag ik nog één keer om af te leren en dan is het sloes. Het is koud en we gaan deze vlog afsluiten. Veel succes met de Game of Addon. Vergeet niet naar het unlocking platform te gaan om de Shenfald met uitleg van Jordan te krijgen en deze natuurlijk te unlocken. Je krijgt punten voor elke move die je unlockt en misschien win je daar nog wel leuke prijzen mee. Tot de volgende video.